in hondenkennel Het Botje beviel een Bouvier van maar liefst 15 puppy's. Het is het tweede nest voor de 4-jarige Nopas. Alle hondjes zijn kerngezond. 9 puppy's in een nest is al erg veel. 15 is gewoon uitzonderlijk. Moeder Nopas was wel vrij dik in haar zwangerschap, maar dat ze zoveel puppy's zou krijgen, had niemand gedacht. De eerste pup kwam om 17:15 ter wereld en nummer 14 kwam om 17:45 s'nachts. En tot die tijd waren de eigenaren van Nopas bij haar gebleven, ervan uitgaande dat dit de laatste pup was. Maar tot hun verbazing telden ze er 's ochtends 15. Gemiddeld wegen ze 4,5 ons en ze zijn allemaal gezond. Het drukste moment is natuurlijk het drinken. De moeder ziet erop toe dat alle pups aan de beurt komen. Moeder van 15 puppy's zijn is een vermoeiende aangelegenheid. Af en toe een blokje om en even weg van de kleintjes is dan ook een verademing. Tot een week of 8 blijven de puppy's bij de moeder en dan krijgen ze allemaal nieuwe baasjes. Bijna 6 weken zijn ze nu, de 15 puppy's van moeder Bouvier Nopas van hondenkennel Het Botje. Op 5 april beviel zij van het uitzonderlijk grote nest. Alle hondjes waren en zijn gelukkig nog steeds kerngezond. Met het mooie weer is het hele spul lekker buiten. Bijna de helft is verkocht. De eerste zal volgende week vrijdag het nest verlaten. Deze gaat naar de Achterhoek. En de andere hondjes verspreiden zich over alle delen van Nederland. 2 gaan de grens over, naar Duitsland en Schotland. Het is een drukte van je welste en een hele klus voor moeder Nopas. Maar ze doet het prima.